Jacques Vermeijden heeft groot nieuws en kondigt zaalshow nummer 7 aan. Voor die nieuwe zaalshow van 7 tot 77 gaat Vermeijden een samenwerking aan met Ruben van Gucht. De presentator en sportjournalist is vanaf 2018 de nieuwe aangever van Jacques Vermeijden. De komiek is ondertussen 30 jaar actief en heeft ongeveer 2000 voorstellingen gedaan. De nieuwe zaalshow krijgt de titel van 7 tot 77. Wij hadden een leuk gesprek met Jacques en met Ruben bij Jacques Vermeijden thuis. Het is duidelijk dat de twee heren elkaar echt gevonden hebben. Ik heb nieuws. De man die naast mij staat zal daar straks meer over vertellen. Maar dat wordt de aangever voor de volgende show die we gaan doen. Volgend jaar. En in 2018. En zijn naam is, u zal hem nu waarschijnlijk gewoon niet kennen, maar zijn naam is Ruben van Gucht. Misschien dat je het kunt noteren. Ruben van Gucht is een man die bij mij geweest is, totaal onbekend. En hij heeft zijn best gedaan, heeft een auditie gedaan en hier staat hij dan. Ja, zeg eens iets. Hallo, goedemiddag. Dag, ja, ik ben nog aan het trainen, ik ben nog op stage eigenlijk. Ja. Wij gaan een zaalshow spelen, dus de 7e zaalshow voor Jacques. En ik ben enorm fier dat ik mag meedoen, want de man hier naast mij is mijn jeugdidool. Jacques, vanwaar het idee om met Ruben samen te werken? De Weekwatchers, zaterdagmorgen, hij nodigt mij uit. Blijkt dat hij een fan is, ik vind dat tof. Dat is een leuke uitzending, er wordt wat gelachen. Hij nodigt me nog eens uit voor de Weekwatchers. Nodigt me zelfs uit voor de Weekwatchers op zijn verjaardag, samen met Clouseau. Leuk. Hij komt naar mijn optredens kijken die we deden. Backstage komt hij bij ons en dat blijkt met zijn vrouw dat dat mensen zijn die me aardig vinden. Bon, goed, nog altijd niks aan de hand, want ik ben nog altijd bezig met mijn shows. Dan zijn we samen met de kampioenenfilm bezig op het veld van Sint-Truiden. Dat is een dag filmen, we hebben tijd om te babbelen. En daaruit kom ik tot de constatatie, vader, zou dat toch een goede aangever zijn voor mij. Ook een jonge gast die toch goed bezig is nu, de leeftijd. Ik die toch met een jonge type die toch actueel is kan optreden, dat is toch weer iets nieuws voor de mensen aan mijn shows. En voilà. En van het een kwam het ander, dan zijn we beginnen samen zitten en we kunnen niet meer terug. Heel opvallend, Ruben kent alle shows van Jacques van Buiten. Ruben moet maar één woord horen en ik kent wel een sketch. Het kan soms gebeuren dat Jacques gewoon aan het babbelen is, totaal geen sketch aan het spelen is, dat er een woord gezegd wordt wat bij mij direct ping doet aan een sketch. Ja. Hij zei bijvoorbeeld overgeven en ik ga ook meteen eraan toevoegen, ik kan Jacques alleen maar proberen te imiteren. Ik bedoel, deze man is uniek en ik kan die niet nadoen of evenaren of zo. Maar hij zei dus overgeven en ik moest direct aan Fonske Verzelen denken. Op een bepaald moment in die sketch zit Fonske op café en het gaat over de studies van zijn zoon. En voilà, dat gaat dan dus als volgt. Zijn zoon Didier, dat was een bruinzeels, een rijke ondernemer. Zijn zoon Didier had 87% om over te geven. Hè, jong. Ja, zegt hem, als men een Didier zo blijft verder doen, ah wel, hij krijgt van mij later een Porsche en zo'n koersauto. Zo, hè. En dan zat er ook nog boekstaas, een eenvoudige onderwijzer. Ja, mijn Maarten had 52, maar kom eens erdoor als hem zo blijft verder doen en wordt later onderwijzer, gelijk ik. Ah wel, hij krijgt van mij een Vespa, zo'n motocyclet met van die lappen op. En dan ineens bruinzeels in het wild tegen mij. Ah wel, Fons is het mij, zo met Svenneken. Jong, ik was gambeteerd, ik kreeg een kop gewet, ik heb als een kop. Ik zeg niet zo goed, hè. Een beetje gebuist. Maar dat is toch niet triestig, Fons? Doe er iets aan, hè. Koop een encyclopedie. Een encyclopedie, hier zijn ze al uit de voet gaan, gelijk iedereen. Jacques Vermeijden heeft altijd een goede uitleg waarom hij voor een bepaalde titel voor zijn show kiest. En ook nu is dat weer niet anders. Omdat de tv-zenders tegenwoordig, de reclamejongens, dat dankt af en toe mijn voeten uit. De VRT is 4+. Dat is vanaf 4 jaar, dat vind ik sympathiek. En de reclamejongens bepalen of dat je nog op tv mag komen. Bij VTM is dat van 18 tot 54. Bij 4 is dat van 18 tot 44. En wij hebben een andere doelgroep. Onze doelgroep is van 7 tot 77. Het zijn vaak de reclamejongens, bureaus die ons amper kennen, meestal in Franstalige handen, die gaan bepalen, ja, die mens is 60 jaar, smet die maar buiten, dat is een doelgroep niet.
maar die zitten er volledig naast, reclamebureaus. Echt waar. Er zijn veel stomme reclamebureaus die werken met leeftijdsgroepen. Mensen van 60 jaar zijn niet de mensen van 50 jaar geleden die 60 waren. Het zijn ook de mensen met geld en al. Als je ziet, mijn publiek, en ze zitten daar volledig naast die reclamebureaus, mijn publiek met de show, ze gaat dat merken, is van 30 tot 50 jaar, hoofdzakelijk. Maar het gaat nog veel ruimer. Want ouders nemen hun kinderen mee omdat ik ook Marcel ben. En Dimitri de Tremery. En dat ik nog optreed. Bedoel, reclamebureaus, het is een beetje ook een lach. En ook een knipoog naar een bepaald stripverhaal ook. En het klinkt mooi. Zeven, de zevende show, van 7 tot 77. En dat is ook bij het publiek. Zeer ruim publiek, oudere mensen, jongere mensen.